gaan wij een hooibak maken. Hier houdt de balkboog op zodat hij geen scherpe randen meer heeft. De Shetlanders helpen verder echt totaal niet mee, maar ze zijn wel heel schattig. Wauw, een nieuwe hooibak! Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe vlog of video. Ik weet nog niet wat dit gaat worden. Maar zoals je waarschijnlijk aan de thumbnail en titel hebt gezien, gaan wij een hooibak maken van deze... hier zat een watertank zeg maar in. En dan ging het hier zo beneden eruit. En dit is zo'n frame en dan een plastic pallet. Maar hier gaan we in ieder geval een hooihuisje van maken. Of in eerste instantie een hooibak. Het is namelijk zo dat het natuurlijk ontzettend koud is en de grond is bevroren. En dan vinden de paarden het niet meer zo fijn om overal heen te moeten lopen op het Paddock Paradise. En wij vinden het ook wel fijn als we dan één punt hebben waar we net een beetje meer hooi kunnen geven. Want nu hangen we op heel veel plekken hier zo allemaal hooi op. Maar dat is natuurlijk handig als we daar een bak voor hebben. Sinds dat ze hier zoveel staan is het echt een ellende met al de poep. Dus dat is niet de bedoeling jongens. Nee Step, blijf staan. Kom terug. Kom, jullie krijgen zo brokjes eerst. Ja. Mis. Kijk even al deze sokjes van Seppi. Het is bijna alsof ze half tinker is. Je bent zo pluizig, Sepp. Je bent zo pluizig. Maar plan van aanpak bij deze. Oké, Dwayne, vertel het plan. Wat is het plan? Deze eraf. Het bovenstuk. Hier houdt de balkboog op, zodat hij geen scherpe randen meer heeft. En als ik kan, dan ben ik in deze kant met dichtmaken alles. Met hout? Met hout, ja. Maar ik zal eerst beginnen met gewoon afflexen en dan kijken hoe het dan eruit ziet. Misschien dat we hem eerst even zo kunnen plaatsen al. Ja, er moeten natuurlijk geen scherp randjes aan zitten. Nee, precies daarom. Want terzijde tijd wordt het, want het probleem is ook zeg maar met die gaten. En met deze beentjes, die kunnen natuurlijk in die gaten. En dat is wat we niet willen hebben. Niet echt hangen erin, ze kan het zelf losmaken erin. Ja, ik vind het een beetje tricky. Het is een beetje tricky, dus we gaan kijken dat het wel veilig ook voor ze is. Daarbij willen we aan de binnenkant dan of een ijzeren of een houten ronde paal moeten even kijken wat het handigste is. Hier plaatsen, dan kan die dus omhoog. En dan kunnen we een dakje erboven maken. Alleen moeten we even kijken dat het natuurlijk, hij moet wel een beetje bodemzwaar blijven. En niet dat het met de eerste beste de wind vlaagt dat hij met dakje en al om ligt. Dus dat gaan we even goed bedenken. Ja. Wij moeten dit soort dingen natuurlijk ook weer beginnen als het ijs koud buiten is. Maar ja, het regent niet. Dus dan hebben ze iets van, oké, prima, dan willen we wel klussen. Maar het is gewoon, als het regent, dan hebben we echt gewoon hele slechte motivatie om ook maar iets bij de wei te doen. Omdat het bleef natuurlijk ook echt weken regenen. Dus dat was echt niet handig, zeg maar, voor het feit dat we wilden klussen. Maar ja, nu hebben we dan wel motivatie om te klussen. En denken van, oké, dan gaan we maar zo'n projectje doen. We hebben vorig jaar rond deze tijd volgens mij ook de voerkist gedaan. Dus dan worden het gewoon DIY projectjes. Gewoon kleine handige dingetjes voor de paardjes. En in. Ja. Dus dat is de planning. We gaan deze hongerige ponies eerst maar even voeren. Want anders dan blijven deze twee hier staan. Want hier krijgen ze natuurlijk iedere dag hun voer. En eerst eten. Want eten is belangrijk. Anders hebben we allemaal honger, Nien. Ja, allemaal honger. Oh, je bent zo fluffy. Ik heb mijn hooi net weggebracht. Wendy is nog 3 hooi netten weg aan het brengen. Nirvana heeft haar slop en Seppie heeft achter de brokjes. Tijn die heeft zijn slop en brokjes. En we hebben hier de plaats even vrijgemaakt van alle mest. Dus dat is ook weg. En als de dames zo meteen klaar zijn, dan kunnen we ook echt daadwerkelijk beginnen aan het hooihuisje. Hallo Tijn. Hi. Wil je een kusje geven? Oh, dankjewel. 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 Zo, alle ponies staan weer op hun plek. Lekker te eten. Daarachter op het weiland is natuurlijk ook gewoon hooi. Maar ja, hier is het veel gezelliger. Kans is wel dat ze dadelijk met de flex wel wegrennen. Alleen dan hoop ik niet dat ze heel hard over het land gaan galopperen. Want het is echt heel hard. We hebben gelukkig nog wel een heel klein beetje daglicht. Dus we gaan gewoon lekker aan de slag met ons projectje. En dan hoop ik dat ook voor de camera er genoeg licht is om te zien wat we hier aan het doen zijn. Want we gaan gewoon eerst het bovenste deel ervan afflexen. Ik heb mijn koptelefoon. Twin heeft een bril en een koptelefoon. En dan gaan we aan de slag. Ik zal de camera op timelapse zetten, een beetje aan de zijkant, zodat er geen splinters kunnen schieten of whatever. Ik hoop dat er genoeg licht is, dus komt vast zeker goed. Happy.
oké, dit is het plan, de campagne dadelijk. We gaan deze 6 latjes hoog maken en dan zijn ze precies groot genoeg om alles te kunnen bedekken aan de zijkanten. Bij deze en bij die moet er nog een stukje afgezaagd worden, want dit zijn oude tuinhuisplanken. Ja, ze moeten sowieso ook nog een keer worden geschuurd en dan gebijtst. Want de lak, de verf die er nu op zit, is een beetje af aan het bladeren. En ik weet ook niet of die een beetje... Maar dat doen we later een keer. Ja, dat doen we later wel. Ja, ja dat eigenlijk. Yes. En dan het bevestigen. Hoe wilde je dat gaan doen? Goeie vraag. Volgende vraag. Ja, sowieso waarschijnlijk de planken aan de hoeken aan elkaar, zeg maar. Dan met een mooi latje of stukje, zeg maar, aan elkaar vast. Zodat je geen gaatjes of geen gaps krijgt. Een paal in te zetten die rond is en daar vast te maken. Ja, toch wel, want als we dat doen, dan moeten we wel gelijk het dakje eigenlijk erop zetten. Maar ja, dat doe ik niet met z'n meteen. Of in ieder geval de palen omhoog naar het dakje. Misschien dat. Of de palen hoog genoeg dat ze hier komen. Mm-hmm. Want die hebben we ook liggen natuurlijk. We hebben kleine paaltjes liggen. Oh ja. Die reststukken. Ja. Dat we die gebruiken ervoor. Ja, dat kan. Maar laten we het op maat zagen en kijken dan wat we doen. Dat is goed. Ja. 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 The pressure is down. Fresh air fix my easy. I'm heading back. Oké, dit is hoe ver we nu gekomen zijn. We laten het even liggen en ruimen lekker op, zodat we zo meteen kunnen gaan avondeten. En de volgende keer zorgen we dan dat we ook alle latjes hebben, of balkjes, of ronde halfbalkjes, om alles, zeg maar, ook zacht af te maken. En dan kunnen we ineens ook door alles van de hooibak in ieder geval klaarmaken. En ik denk dat we hem voor nu dan zo even laten, want we kunnen het ook niet verven, aangezien het vriest en de verf niet droogt. Dus dan doen we het verven en het dakje erop zetten, doen we op een later moment. En dan hebben we een hooibak. Oké, ik wil even filmen om te kijken hoe het ween hier aan het struggelen is. Oh, wat heb je dit slim bedacht. Ja. Hey, dit gaat perfect. Kijk. Nou, mooi. De mini bak. Mini hooibak. Alleen voor mini paardjes en baby's. En Dwayne's. En jij die erin loopt. Zo. Zo, opgeruimd. Vastgevroren. Zo, klaar. Hallo, wij zijn bij de gamma. Even van de balk aanhalen. Kijken welke rechtszijde en welke scheef zijn. En als we de balken hebben, dan kunnen we de rest ook afmaken van het huisje. Wij zijn alweer terug van de gamma en hier staan de drie musketiers te wachten op enigszins eten. We hebben hier onze hooibak. We hebben even natuurlijk de balken gehaald. Dus we gaan kijken of we hem vandaag afkrijgen, dat we ook gewoon... De hooibak in de wei. Of hier, moet even kijken, want ik denk dat het hier erg klein is nog. Ja, ik denk gewoon te wei. Ja, gewoon te wei. Verplaatsen met zoveel tijd. Ja, want we hebben nog geen matten voor eronder ook inderdaad. Dus we moeten hem gewoon even een beetje verplaatsen, dat het niet één grote bende wordt, zeg maar. En we gaan hem even afmaken vandaag. En verder zien wel, het zijn. Heb je honger? Wij hebben honger. Alles uitgeven, want dit is nou niet meer te horen. Het gaat nu ook veel makkelijker. Ja. Nirvana! Jongens! Doe eens lief. We zijn hier bezig met één kant van de wand al, maar ik moet even een manier verzinnen om de camera neer te zetten, want ik ben mijn statief vergeten. Dus ik heb hier even wat bakjes en dozen gezet, dan kan ik daar in de hoek kan ik filmen. We hebben ook klussen met kijkers, dus het is gezellig hier. Ja, jullie zijn heel gezellig. What makes the world go round is top by that chugging sound like we count bills but a pound is we can't stop cause we're living for the money. What makes the world go round is top by that chugging sound like.
we get started, then we just can't stop. And when you see the Lamborghini, then you know what's up. Because cheap is cheap and the talk is talk, yeah. Now we chillin' on a cruise ship, take a jet to Korea, how we doing? All the players are playing the game, head is looking lame. So we started getting money and you know we stay paid. We zijn al even op weg natuurlijk en het gaat best wel prima. We hebben drie kantjes er al op met een soort van twee blokjes eraan en dan een latje er tegenaan en dan hangt het. Ben je nou even wat latjes bij aan het zagen. De Shetlanders helpen verder echt totaal niet mee, maar ze zijn wel heel schattig. En Tiny staat daar boos te zijn op de sneeuw, want het sneeuwt en ze hebben een beetje snowblankets. Heel schattig. Maar het is wel heel koud, dus echt, wij zijn ook weer die enige gekken die dan als het sneeuwt gaat klussen. Maar het regent niet, dus dat is top. Oké, we hebben het helemaal gehad. Het is echt koud. Mijn tenen zijn bevroren. Ik deel dat mijn neus ophalen is ook niet charmant. Maar we zijn best wel redelijk ver gekomen. En ik denk als we dinsdag nog heel eventjes in de avond eraan werken, dat we dan klaar zijn. En dan kunnen we hem ook echt gaan gebruiken. Edwin? Zekers. Kijk. Daar gaan we voor. Onze helpende handjes zijn al even geplukt. Voor de zaag. Ja, scheitert. Gaan we zo voeren, jongens. Sorry. Er is een lat erop. Huh? Er komt nog een lat erbovenop. Ja, een lat erbovenop en dan die half ronde balk. Ja, precies. Maar wordt het dan niet super hoog? Is dat niet lelijk? Het kan ook zo'n vlonderplankje zijn, hè? Die bovenplicht, we hebben nog. Ja. Je hebt nog over. Ja, maar waarom kan die half ronde balk er niet gelijk op? Omdat ik hier ruimte nodig heb. Die half ronde balk, ik zal hem voor je pakken. Laat eens kijken, want ik snap het niet. Kijk. Kijk, dit. En waarom komt dat niet? Even kijken. Krijg je zoiets. Ja, maar als we gewoon dan... Zal dat genoeg, denk je? Hm? Zal dat genoeg zijn, denk je? Ja, maar je moet ook niet die eroverheen doen. Misschien maar even, doe hem eens even aanschuiven met het lat. Ja. Als ik de ruimte heb. Kijk, dat valt hier ook. Ja. Dit. Gaat toch? Veel ijzer, maar maakt het uit? Nee joh, ik heb want dit is geen scherp randje of zo. Dit is allemaal... Hier heb je ruimte genoeg, voel maar eens hier. Ja, ja, helemaal zo. Je moet wel gelijk hiermee. Ja, dit is dan gelijk. En dan is het niet zo... Als je dan aan gaat schuren, dan is het niet zo... Je moet alleen kijken hoe we hem vast gaan maken. Eraan. Oh ja. Vanuit onder en dan dat de schroeven niet uitsteken. Ja, even naar beneden hier dan misschien een balkje maken of zo. Of een... Een blokje weer en daar op schroeven. Ja. Het enige waar ze zich dan aan kunnen schuren zijn dit soort randjes. Ja, maar die moeten we mooi maken, zie je nog. Kun je er nog zo'n hoekijzer omheen zetten en zo. Ja, het moet wel een best wel breed hoekijzer zijn dan. Die heb je wel. Ja, oké. Nou, tadaa. Dan is het dan dadelijk dat. Maar we gaan stoppen vandaag, want ik heb het helemaal gehad. Oeh. Jullie ook, jullie hebben honger, hè? Zeg maar ja, honger. Honger, Seppie is al iets. Seppie. En daarom moeten wij hier iedere keer een nieuw touwtje ophangen. Sepp. Seppie. Seppie. Sepp, doe het niet. Zo, ik bijt ook terug. Kijk hier, we hebben al jouw speeltjes weggelegd. Hè? Omdat we andere dingen neer hadden gelegd. Moeten we jouw speeltjes terughangen? Hè? Moeten we jouw speeltjes even terughangen? Lekker merrie. Gaan we met Valentijn spelen. Die wil vast en zeker spelen. Met Tijn. Tijn is heel erg moe, want hij heeft gisteren les gehad. Ja. Hallo allemaal. De zon die schijnt in mijn ogen, maar ik kan absoluut niet klagen, want het is echt heerlijk weer. Er ligt nog sneeuw zelfs. Maar het zonnetje schijnt, dus daar ben ik heel erg blij mee. Het is vandaag zaterdag en we gaan weer verder aan... Het hooihuisje of het hooibakje, wat bijna af is. We gaan eventjes dat losmaken, stukje inkorten. Dat komt echt net te lang uit. Hier nog een stukje afzagen, laatste plankje erop.
En dan de bovenkant erop en dan is die af. De paardjes staan hier ondertussen even wat restjes op te eten. Goeie afvalbakken, Tijn. Ja. En deze twee die staan heerlijk te genieten van het zonnetje. En lekker te slapen, Nien. Ja, jullie waren ook al aan het slapen toen we aankwamen. Oh, zo pluizig. Zo leuk, dan zijn ze weer droog en dan zijn ze helemaal pluizig en schattig en fluffy. Zo fluffy. It all started with a wink, an unassuming little thing that has led us here today. She was not one for the bar. We only lived mere miles apart, more like a second chance away. Oh, je staat zo heerlijk te slapen in het zonnetje, Tijn. Wat lekker, moet je. Ja, nou wil je aandacht. Wat lief. Wat lief. Oh, lekker hè. Iedereen staat lekker. In het zonnetje. Te genieten. Alle planken die zitten erop, maar we gaan toch nog even naar de gamma rijden. Want we willen hoekijzers plaatsen, want sommige hoeken zijn echt. Ja, uitstekend, die valt ook wel mee, maar die is ook heel heftig, zeg maar. En daar kunnen ze dan toch te veel aan schuren. Dus we gaan iets halen dat dat zo netjes afgewerkt is. Dat scheelt ons later ook weer werk. Jongens, we moeten allemaal heel erg lief zijn voor Dwayne in de comments. Want Dwayne die heeft heel pijn en die heeft bijna geen stem meer. Maar die staat hier wel heel lief in het zonnetje in de sneeuw te werken. Aan het hooi huisje. Dus jullie moeten heel dankbaar zijn, oké? Dwayne doet dit voor jullie. Wij zijn net terug van de gamma, maar daarachter is iets heel schattigs. Even de kamer omdraaien. Met mijn Valentijn, die ligt daar op de sneeuw. Oh, zo schattig. In het zonnetje. Dwayne zei dat hij net helemaal lang uit lag ook. Oh, die ligt ook te slapen. Oh, lief. Zullen we er even heen lopen? Laten we ze even liggen. Ja, oh, zo schattig. Ja, zo lief. Oh, de paardjes die komen alweer aan. Hij schat, heb je lekker geslapen? Lag jij in de sneeuw te slapen, Tijn? Lekker. Het is hier ook veel te gezellig als we hier zijn, hè? Hoi. Hoi, dag lieverd. Oké, eens even kijken. Dit hebben we nou juist bij de gamma, zojuist bij de gamma gehaald. Dan kunnen we hier de randjes een beetje wat meer afwerken. Dan is dit niet zo scherp. En ja, dat eigenlijk. En dan inderdaad de halfronde balken erop. En dan is die af. De randjes van de bak die zitten er nu ook op. En je hoeft alleen maar met deze dingetjes de halfronde balken erop te zetten. En dan is de rand ook klaar. Dan is dit niet meer zo scherp voor de paardjes. En dan is die eigenlijk zo goed als af. Uiteindelijk willen we natuurlijk ook gewoon een beetje opschuren en mooi maken. En dan als het goed is ook nog een dakje erbovenop zetten. Maar dat doen we wel weer als het niet buiten sneeuwt. En als Dwayne zich een stuk beter voelt. Want die arme jongen die voelt zich niet zo lekker. Hallo, het is toch weer eventjes later geworden dan de bedoeling was. Dwayne die werd helaas na zaterdag toch wel heel erg ziek. Wat betekent dat we net dat laatste kleine beetje van de hooibak niet meer af hebben gekregen. Ook heel jammer, want nou schijnt de zon natuurlijk weer. En hebben we hem niet zo heel hard nodig, omdat we nou meer gebruik maken van de trekweer. Ach ja, we willen hem toch wel gewoon lekker afmaken, dus dat gaan we ook doen. We hebben nou de juiste hoekijzers gehaald. En we gaan de top erop zetten en dan gaan we hem ook in de wei zetten. En kijken wat de paardjes ervan vinden. We hebben ook nog een extra helpende hand, dus we gaan sowieso deze bak afkrijgen vandaag. Low, 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 low.
die balk die zit erop. We hebben hem onder gewoon met hoekijzers bevestigd. En nou nog de andere drie en dan is hij klaar. Tada! Bijna, eindelijk. Ja. Eerst even zagen, dan weer hoekijzers groeven. En dan de volgende twee. Was leuk bij de laatste timelapse, maar hij is bijna af. Deze zit ook al allemaal. Alleen die nog, die zijn er af en tekenen. Even zagen en tussen en klaar. Hij is af. En we doen nou even voor de sierenhooi net erin. Dan kunnen we hem daar vastmaken en dan hier vastknopen. Er heeft wel twee balen in zelfs. Ja, dat zou ook nog kunnen inderdaad. Dus dat kan. Jee, hij is af. Ja, tada. En nou het moeilijkste onderdeel, hem verplaatsen naar de plek van bestemming. We hebben even een beetje hooi gepakt, want we krijgen natuurlijk vanavond de rest. En de wei staat nu open, dus ik weet niet of ze nou hierheen komen voor hooi. Kom. Kom eens kijken, Tijn. Kom kijken. En ik dacht, hoe? Zo. In de hooibak. Zo. Je moet snor even vastmaken aan, een van de dingen. Haakjes vast. Nu kijk even naar dat ei van een paard. Ondertussen weet je toch echt wel waar een Bed of Paradise werkt en waar de uitgang is, Tijn. Kom kijken. Kom kijken. Kom. Oh, hij staat echt als een dodo. Maar ja, we hebben hier de bak. Nou, hij is toch heel erg nieuwsgierig. Kom eens kijken, jongen. Kom kijken, Tijn. Ik ben echt heel benieuwd. Hij is natuurlijk de hooibakken bij Van Hoornhoven ook altijd gewend geweest. Dus dit moet voor hem niet zo gek zijn. Wat is dat, Tijn? Wauw, een nieuwe hooibak. Even grondig inspecteren. Kijk, en daarom doen we het in een hooinet, omdat die anders gaat graven. Oh, is dat fijn, Tijn? Is helemaal mooi voor jouw maat, volgens mij. Ik hoop alleen wel dat Nina er ook zo goed bij kan. En anders moet ze maar de restjes opeten. Want ze is toch een Shetlander, die worden toch snel op. Ja. Nou, happy, Tijn. Ja, happy. Oh, ja, happy. Goed zo, jongen. Ik heb hier een heel happy paard die lekker alles eruit aan het gooien is. Of uit het hooinet aan het schudden is en dan op aan het eten is. Goeie tactiek, Tijn. Goeie tactiek. Maar het is zover. De bak is af. Ik ben er echt heel erg blij mee. Ik hoop dat de Shetlanders er dadelijk ook gewoon goed bij komen. Dat zullen we even in de gaten houden deze week. Oké, we weten nu dus ook dat de Shetlanders erbij komen. Dat is fijn. Een gezellige, Tijn. Ja, toppie. Maar ja, het was een relatief simpel projectje. Al duurde het iets langer dan dat we natuurlijk uiteraard weer gepland hadden. Maar ja, van sommige dingen kan je gewoon niet helemaal uitgaan. We dachten, oh, één weekendje werk en hij is klaar. En toen werd hij ziek en toen was het toch weer een 2 weken project. Maar hij voelt ook heel stevig aan. Hij is wel wat zwaarder, want we hebben net wel met z'n drieën echt moeten tillen. En stel, we gaan er nog een dakje bovenop maken, dan wordt hij natuurlijk echt heel zwaar. Maar we gaan kijken of iets permanenters kunnen maken, dat hij gewoon kan blijven staan. Maar we gaan hier ook matten omheen leggen van die, ja, het zijn het van die speeltuin matten, die gummy-achtige dingen zijn volgens mij 1 meter bij 1 meter.
We zijn laatst een keer bij Melanie geweest en die heeft die ook. Zoiets willen we er dan omheen leggen. Dat ze gewoon droog kunnen staan. Het tuin. Dus dit is helemaal top. Dus ja, als we willen kunnen we hier gewoon 2 hooibalen in doen. En natuurlijk ook wortels en andere dingetjes. Dus dat is helemaal top. Want de onderkant die is gewoon nog een beetje open. Dus we kunnen het altijd ook schoonmaken. Ja. Dus ja, helemaal blij mee. Laat even in de reacties weten wat je ervan vond. Doe natuurlijk een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!